plannen, daar maak ik ook graag zou ik zeggen, gebruik van en dat wil ik ook graag stimuleren. We hebben deze periode flink moeten bezuinigen, ook op het professionele welzijnswerk. Heel veel buurthuizen die we in de stad hadden, die gewoon, laten we eerlijk erover zijn, gewoon niet goed gebruikt werden. Gewoon ook af en toe gewoon leeg stonden, slecht gebruikt werden. Ik vind dat echt zonde van het geld. We hebben 22 van de 60 hebben gesloten, dat was een hele majeure operatie. Maar wat daarmee wel voor elkaar heb gekregen, is dat ik wel weer ook niet alleen geld heb gespaard, maar ook wel weer wat middelen kan heb om te investeren. En dus, ik kan zeggen, misschien zijn jullie wel degene die hier de vruchten ook van plukken, dat we elders ook bezuinigd hebben, dat we hier weer wat extra dingen kunnen doen. Hier wordt nu iets nieuws gerealiseerd. Jullie werken met scholen, met de scouting. Jullie hebben hele goede contacten met de bouwers en met de architect. Maatschappelijk verantwoord ondernemen misschien voor jullie ook wel, om hierin te investeren. Zeer te prijzen, daar ben ik echt heel blij om. En wat ik hier ook zie, zeg maar, met de ondernemers samen ook iets te gaan doen. Nou, dat is echt avant la lettre wat jullie hier doen. Want we hebben het afgelopen jaar hebben we deze beweging hebben we in gang gezet. Komende jaar willen we dat dus gaan doen. Niet alleen met sportclubs, maar ook met de ondernemers. Dus ook daarin lopen jullie weer voorop. Want dat is precies hetgene wat we in 2013 gaan doen. Veel meer kijken hoe het buurthuis van de toekomst en de ondernemers daarbij een plekje kunnen geven. En ik ben daar heel erg trots op. Ik vind het heel mooi hoe jullie dat gedaan hebben. Hier staat een hele enthousiaste groep mensen. En met blije gezichten en volgens mij met hele mooie plannen. En nou, ik ben heel graag bereid om de officiële stafhandeling van de bouw verder te brengen. Ja. Ja.